Oké, ik moest ook nog iets met jullie overlopen, namelijk van die vraagstukken van exponentiële functies hebben we eigenlijk vraagstuk 5 en 6 overgeslagen. Ja? Dus jullie moeten maar een keer terugkijken op dat blaadje vraagstukken met exponentiële functies hebben we gemaakt tot en met 4 en 5 en 6 heb ik gezegd, dat gaan we later doen. Dit is het moment dat jullie eigenlijk dit kunnen aanvullen. Herinner u, exponentiële functies. Bij de vraagstukken gebruiken wij altijd de basisvorm i is b maal a tot de x-te, waarbij dat b uw begintoestand is. Hè. En meestal, of er zijn heel veel vraagstukken met aantallen. En dan wordt die i soms ook geschreven met n, hè, de aantallen die je zoekt. Dan is die beginsituatie b hier het beginaantal. En x is vrijwel altijd de tijd. Dat staat hier ook. Ik denk dat ik wel dit geschreven had, maar ik herhaal dit dus nog even hier. Bij vraagstuk 5 wordt er een groeifactor jaarlijks gegeven van 2,8%. En ik kijk even, wat wordt daar nog gezegd? Een beginaantal van de bevolking wordt gegeven. En ze vragen in hoeveel jaar tijd dat de bevolking zich verdubbelt. Dus de aantallen. Ze geven niet echt een precies aantal. Ze zeggen gewoon, het is verdubbeld. Dus twee keer het beginaantal. Dus die n kan je eigenlijk twee keer en 0, twee keer het begin. En hier die 2,8%, of dat heb ik net gezegd, dat weet ik niet. Dan moet ik altijd decimaal zetten, dus dat is 1,028. Als ik dit hier dus invul in mijn basisvormen, n is n0 maal a maal tot de t-de, dan wordt het hier 2n0 n0. Dus ik hoef eigenlijk dat beginaantal niet te weten. Ik kan dit toch wegschrappen. En dan kan ik eigenlijk met behulp van logaritmen die t hier uit de macht halen. En dat had ik dus nodig, maar dat kon ik toen nog niet doen omdat we logaritmen nog niet gezien hadden. Hoe vind ik dan de tijd waarin dat de bevolking verdubbelt? Dan moet ik eigenlijk nog die log 1,028 naar de andere kant brengen. Dus dan is t log 2 gedeeld door log 1,028. Of dat is 25,10 of afgerond ongeveer 25 jaar. Wat redelijk rampzalig is voor Ethiopië, want als het bevolkingsaantal op 25 jaar verdubbelt, dan loopt dat daar uit de hand. Dan, oefening 6 gaat over de koolstof-14-concentratie, die gebruikt wordt om een ouderdom van een aantal zaken te schatten. Let op, er is iets tekort gegeven. Ik denk niet dat ik dat al aangepast heb op dat plaatje. Ik vergeet het altijd. Ik moet u natuurlijk de halveringstijd geven van koolstof-14. Dat is hoeveel jaar dat die koolstof-14 nodig heeft om eigenlijk te vervallen tot de helft. Zodanig dat de concentratie gehalveerd is. Wel, dat duurt lang. Dat duurt 5745 jaar. Dus dit hier, ze noemen dat ook T1 tweede, de halveringstijd. Misschien hebben jullie dat al gezien in chemie, in verband met, ja, die radio-isotopen die meestal niet stabiel zijn, daar wordt dan normaal ook wel al een keer besproken. Wat wordt er nog gegeven? Wel, ze weten van dat beeldje dat de hoeveelheid koolstof-14 83,4% nog bevat tegenover het begin. Dus die n is 0,834 ten opzichte van n. Ja? En ja. Ik moet natuurlijk ook de groeifactor bepalen, maar die kan ik bepalen als ik de halveringstijd. Ik ben hier nu helemaal voorbij gesprongen, dat was echt niet de bedoeling. Ik zoek even waar dat hier weer stond. Oh, help. Allee, hoe kan dat nu? Zit ik hier nu zoveel verder? Wacht, hè. Wat is er hier gebeurd? Ah ja, ik denk hier terug voor. Ja, sorry, dit is even een kleine onderbreking. Ga ik er nu al ver gaan zijn of niet? Hier ergens zeker.
al lap. Ik heb dus het gevoel dat ik al beter terug zou keren, omdat ik het hopeloos kwijt ben. Zul ik nu opnieuw opnemen? Of zou ik nog even zoeken? Wacht, hier, ja. Allee, ja. Het is nog net te doen, sorry. Ik druk nergens meer op. Dus, hier. Ik moet dus wel eerst mijn groeifactor bepalen. Dus dan moet ik eerst kijken. Mijn aantal, ik weet mijn halveringstijd. Dus dan vul ik in. Mijn aantal is mijn oorspronkelijk gedeeld door 2. Dit is mijn begin en 0 maal a tot de tiende. Dat is die halveringstijd. Op 5745 jaar is mijn aantal gehalveerd. Dan kan ik hier makkelijk a in de paal. Ja, dat zou ook met behulp van logaritmen kunnen. Maar hier kan ik dat ook als de 5745ste machtswortel van 1 tweede. Kun je gewoon ingeven. Dat is 0,99987. Hier mag je niet te bruut afronden, want anders is dat 1 en dan gebeurt er niet met die koolstof 14. En dat is degelijk wel het geval, maar het gaat gewoon traag. En dan staat het hier wel wat slordig, maar nu kan ik dus gaan invullen. Dus hier, die 0,834 van de oorsprong, 83,4%, is en 0, maar die groeifactor die bepaalt tot de tiende. Nu moet ik weer beide leden logaritmeren. Dan kan de macht voorop. En dan vind ik t dus weer als een verhouding log 0,834 gedeeld door log 999879. En dat is 1500 en ik les op 1500 jaar. En dat had Roel al gevonden. En dan moet ik nog één ding met jullie overlopen. Ik ga dat in een apart opname doen, dus ik ga deze even stoppen.